Dit zijn creatieve mensen op een ander niveau, maar dan ook echt een ander niveau. Deze gozer heeft 10 jaar gewerkt aan een soort van houtkunst en het is echt insane. Besef dat dit eerst 1 blok hout was en dat hij daar heel deze kunst van heeft gemaakt. Dames en heren, dit is oprecht echt, dit is gewoon niet menselijk meer. Dit is echt next level. Dit is echt next level. Dit kan gewoon in de Efteling liggen, bijvoorbeeld. Deze vrouw maakt kostuums, maar moet je kijken wat ze helemaal gecreëerd heeft. Wat? Ze heeft gewoon levensechte vleugels gemaakt. En dat maakt ze gewoon helemaal zelf. Dan ben je echt creatief op een ander niveau. Ik zweer het je, jongens. Deze mensen zijn next level. Unicorn before and after. Oké, dit zal wel de before zijn. Hij gaat dus... Wat gaat hij doen? Wow, wat? Oh mijn god. Dat is echt ziek. Dat is echt ziek. Hij sneed gewoon het zeep. Dus ik dacht, wat is dit? Maar blijkbaar was dat al de unicorn. Hij heeft gewoon een unicorn gemaakt. Oftewel een eenhoorn van gewoon schuim. Wat? En doordat schuim zo licht is, vliegt er gewoon een eenhoorn ergens door deze wereld. Deze achtergrond is gewoon creatief op een ander niveau. Dit is echt next level. Hij heeft gewoon een boekenkast achtergrond. En dat ziet er gewoon zo uit. Wat gaat hij nou doen? Oh, ja, dit is echt een next level bureau. Dit is oprecht echt een next level bureaublad. Respect, applausje daarvoor, oprecht. Wat? Rise of Joy. Oké, ze krijgt een tatoeage. Oh mijn god. Hoe kan je creatief op een ander niveau zijn met een tatoeage? Nou ja, blijkbaar zo. Dit is echt, deze mensen zijn echt te ziek. Hoe bedenken al deze mensen dit? Hij heeft dus een etch, een sketch. En met dit ding maakt ze gewoon een pizza. Wat? En dit is de vriendje. Ja, die kan het niet zo goed. Maar besef, hier moet je echt talent voor hebben. Ik weet niet of je ooit een etch-a-sketch hebt gehad. Waarschijnlijk niet, maar geloof me. Met een potlood tekenen is veel makkelijker. Wow, kijk haar haar. Oh my god. Ze heeft gewoon... Wow, dat ziet er zo cool uit. Oprecht. Oprecht, dit is echt heel cool. Het lijkt alsof haar een of andere wolk is. Het is gewoon letterlijk een afro en het wit geverfd. Maar het ziet er echt heel erg vet uit. Ik zweer het je, ik begin me echt af te vragen hoe deze mensen dit allemaal bedenken. Hoe kan je zo creatief zijn om zulke coole dingen te bedenken? Ik zou er echt nooit op komen. Wat maakt hij nu? Een octopus? Kijk dan, bijvoorbeeld dit. Hoe bedenk je dit? Om zo dit te creëren. Dit is toch echt insane. Ik vind het echt insane. Deze gozer maakt even een supercool kunstwerk. Dat bedenkt hij gewoon helemaal met zijn creatieve hoofd. En ik vind het echt vet. Het ziet er ook echt heel vet uit. Ik ben echt flabbergasted door deze mensen in deze video. Dit kleine flesje chemicalen kost 1000 euro. Kijk maar, daar staat de prijs. Maar wacht totdat je dit ziet. Oké, wat doet het? Het is... Oh, het is gouden verf? Maar 1000 euro voor gouden verf? Nou, blijkbaar wel. Hij schildert het nu helemaal... Dit is dus gewoon verf van 1000 euro, hè? Dat potje kostte 1000 euro. Die verf is echt mega duur. Het ziet er wel... Het is wel een hele coole verf. En oh... Het maakt gewoon dingen goud. Oh my god. Oké, dat is wel heel cool. Dat is wel heel cool. Dat is oprecht heel erg cool. Totally worth. Ja, dit zal wel heel veel geld waard zijn. En waarschijnlijk verkoopt deze man deze potten voor 1000 euro's. Hij maakt dikke winst. Gekke handelaar. Bank te koop. 300 euro in stock. Oh, en hij heeft de bank gekocht. Oh, die bank ziet er echt niet uit. Oh, maar natuurlijk. Deze persoon is super creatief. En creëert van die lelijke bank dit. Gewoon dit. Als je gewoon zo creatief bent dat je gewoon lelijke dingen kan kopen. En het super mooi kan maken. Dan bespaar je zoveel geld. Oké, dit wordt weer een kunstwerk. Met volgens mij chocola. Ja, dit wordt chocoladekunstwerk. Oh, ik ken deze gozer. Deze gozer maakt echt maar echt alles van chocola. En het lijkt erop dat hij nu dus een gitaar gaat maken. Volledig van chocola. Dus besef, deze gitaar lijkt straks alsof het gewoon echt een gitaar is. Maar hij is gewoon volledig van chocola gemaakt. En je kan hem dus ook opeten. Dat is echt insane. Zelfs draadjes heeft hij. Oh mijn god, dit is geen gitaar, dit is een viool. Oh my god. Creatief op een andere manier met make-up. Die vorige was een beetje teleurstellend, dus... Huh? Oké, dit is niet teleurstellend. Dit is echt heel raar. Dit is heel raar, maar wel heel grappig. Telkens als ze dat doet, dan zie je opeens een hartje. Ze heeft gewoon van de neus een hartje gemaakt. Ja, dat noem ik nou weer creatief. Een klant heeft aan hem gevraagd of hij een trouwring kan maken. En hij moet de trouwring maken met het zand van de plek waar ze gaan trouwen. Dus deze persoon gaat op het strand trouwen. En daar ligt heel veel zand. En in die trouwring zit zeg maar het zand
van de plek waar ze dus gaan trouwen. Van dat strand. Hoe cool is dat? Even eerlijk, dat is echt super cool. En die ring zag er ook nog best wel vet uit. Deze meid kan zo goed reclames maken dat ze je zelfs een ei kan laten verkopen. En nu gaat ze dus een reclame maken voor een ei. Gewoon letterlijk voor een ei. En ja, dit is het proces daarvan. Kijk dan. En zou je deze ei kopen? Want dit is, dit is hoe de reclame eruit ziet. Ik krijg er gelijk... Wow, dat is vet. Oh my god. Ek. Hey, eerlijk is eerlijk. Als een ei zo'n coole reclame hebt, ik koop die ei in plaats van die andere ei. Ik wil die ei. Is it absolutely necessary to make tiny replicas of the books that I've read over the last year just so that I could put them in a jar and have a visual representation of my own accomplishments for my own validation? No. No, it was not necessary. Do I regret spending 2.5 hours of my night last night making them? Also no. They are my favorite thing and I regret nothing. Okay. Zij heeft dus letterlijk kleine boekjes gemaakt. Zodat ze via die kleine boekjes kan zien welke boeken ze al bij heeft gelezen. Het is creatief. Het is misschien niet nodig, maar het is heel creatief. 1, 2, 3, 4. Deze mensen gaan via filters een soort van kunstwerk maken. Kijk dan hoe die dat doet. 1 vind ik al heel erg mooi. Dit is echt heel ziek. Gewoon letterlijk met een Insta-filter maken ze deze... Of eigenlijk is het de TikTok-filter. Maken ze deze kunstwerken. Kijk dan. Oh my god. Hoe cool is dit? Oh. Wow, die hand lijkt echt precies op bergen. Ik vind het zo knap hoe ze dit doen. Nu nummer 3. Huh? Ja, nee. Dit nummer 3 is nep. Nummer 3 is nep, dames en heren. Nummer 3 is nep. Oké, en nummer 4... Oké, en dan doet hij een beetje zo en een beetje dit. Nummer 4 is wel echt... Ik vind het zo knap. Hoe kan je zulke zieke kunstwerken maken? Met puur een filter. Met alleen een filter. Nu is de vraag, je ziet ze hier alle 4. Welke ben jij het vetste? Laat het weten in mijn reacties. We gaan snel door met deze. Want deze persoon kan supergoed tekenen. Maar dan zeg maar via de computer. En oh my god. Besef dat deze... Dit is een beetje versneld. Maar dit maakt hij waarschijnlijk gewoon in 5 minuten. Gewoon dit in 5 minuten maken. Zo snel heb ik het nog niet eens gevonden op Google, zeg maar. Deze persoon denkt, zal ik het googlen of het even snel tekenen? Nou, ik teken het wel. Kijk dan! Dit is zo knap. Ik vind het echt heel erg knap. Zeg maar, als je dit zo goed kan, dan kan je gewoon een baan aannemen bij Disney en gewoon echt... keiveel geld verdienen. Oh nee, je tekent op de iPad. Oh god, dit wordt een customized iPad. Jazeker. Hoppakee, een beetje getekend erop. Gewoon je eigen iPad customizen. Hoe vet is dat? Oh my god, hij wordt echt cool. Ja, dit is van die Disney film. Ja, dit is van die Disney film, die heb ik gezien. Maar heel erg vet. Ik zou willen dat ik dat kon. Dan zou ik ook gelijk mijn telefoon, ik zou alles schilderen. Na de winkel, en daar koopt ze dit allemaal. Oké, wat gaan we ermee doen? Oké, ze doet dat blauw erdoor. Wat gaat dit worden? Hè? Oké, het ziet er wel... Oké, dit is wel heel schattig. Daarvoor, je kan gewoon goedkoop iets kopen en het gewoon super vet maken. Deze persoon die deed dat. En ja, als hij dit gewoon wou kopen in het origineel zoals hij het gemaakt had, kost het waarschijnlijk een paar honderd euro. Maar hij denkt, nee, ik maak het zelf. En dat kost het waarschijnlijk 10 euro. Creatieve mensen hebben gewoon een cheatcode. Let's sabotage this ugly ass white wall together. So this is by my boyfriend's request. He wanted a Stephen Curry mural. He knows I'm painting it. He just doesn't know what it's gonna look like. So I'm gonna be surprising him in part 2. So if you wanna see that, you can like and follow. I know nothing about basketball and I don't know how to draw anime, but I decided to merge those two concepts together. Oh my god. And let's just say that I should probably never. Besef, dit is toch vet? You're gonna stay positive because how else are you gonna learn? Oh my god. Kijk dan! That is not realistic is I make it accidentally look realistic. It is just. Dit is zo ziek. Kijk, wat? Oh my god, dat is echt heel erg vet. Zij schildert gewoon die muur en boem, een ziek kunstwerk. Hey, mevrouw, als je deze video kijkt, wil je mijn huis ook zo cool schilderen? Oprecht, je mag elke muur van mij schilderen. Ik vind het zo ziek. Oké, creatief op een ander niveau. En we zitten in de auto. Hij doet iets op een knopje om de auto te starten. Een wit lijntje. Hè? Huh?
Dat heeft hij er gewoon van gemaakt! Wajo! Hey, even eerlijk. Ik wil een Lamborghini Ferrari hebben, maar deze man, die start zijn auto op de coolste manier. Oké, dit waren creatieve mensen op een ander niveau. Maar als je dacht dat deze mensen creatief zijn, dan moet je eens op deze video klikken. Want deze mensen zijn nog creatiever op een ander niveau. Even serieus. Als je deze video kijkt, dan denk je echt, Mick, deze mensen zijn echt te creatief. Klik maar op deze video, dan zie je nog meer creatieve mensen op een ander niveau. Dan zie ik jullie daar en dan zeg ik hier, Mick out.